Goedendag, ik ga de ID4 reviewen. Volkswagen is een bedrijf waar ik al lange tijd van onder de indruk ben hoe ze met elektrisch bezig zijn. Ze zijn 60 van hun 60 fabrieken, gaan ze 20 ombouwen naar elektrisch, zijn ze nu al mee bezig. Ze hebben de ID3, de ID4 uitgebracht, ze hadden natuurlijk al de Golf, elektrische Golf. Maar ze zijn echt heel serieus met het overgaan naar elektrisch en ook qua software over die air-updates. Dus daar ga ik in ieder geval even wat laten zien. We gaan eerst even kijken hoe dat ding eruit ziet. Goed, de ID4 is een SUV-versie en die ziet er gewoon lekker groot uit. Een beetje vergelijkbaar met mijn Model X. En het bijzondere aan deze auto is dat hij er gewoon eigenlijk heel normaal uitziet. Het is gewoon een goede SUV. En ik vind eigenlijk prima. Het geeft geen shock voor mensen om naar elektrisch over te stappen. Het is echt gewoon een Volkswagen. Hij ziet er netjes uit. Je zult nooit echt hier een beetje raar van opkijken. En zoals Volkswagen eigenlijk auto's maakt, is deze ook gewoon prima voor elkaar. Laten we eens even gaan kijken. Het eerste bijvoorbeeld, laten we even kijken naar de back. Elektrisch open en dicht. En je hebt hier gewoon een lekkere grote bak met bagage. Echt gewoon prima. Aardig is ook hieronder. Kun je nog iets onder. En dan hieronder zit dan ook nog weer een heleboel ruimte. Dus wat dat betreft, qua bagage, dat allemaal die stoelen zijn allemaal neerklapbaar. Dus dat is ook gewoon fantastisch. Nou, het is een SUV. Grappig is dat het dezelfde basis is als de ID3. Die echt een beetje kleine auto is. Een beetje golfachtig. Maar deze auto, nou, drie mensen kunnen gewoon prima achterin zitten. Veel beenruimte. Opklapbaar spul. Echt gewoon heel goed geregeld. En ook bam. Dit is echt gewoon een Duitse deur. Echt gewoon van bam. De ID4 begint bij €50.000. En deze versie zoals ik hier heb is €60.000. Er zitten allemaal wat extra features in. En vooral travel assist, wat ik heel belangrijk vind. Goed, dan zullen we eventjes kijken. Iets wat anders is dan bij Tesla is de frunk. Dus laten we daar even naar kijken. De frunk. Kun je daar een hele hoop bagage kwijt? Nou, helaas. Allemaal techniek, batterijen, toestanden en dat soort dingen. Dus hier is niet veel over te melden. Nou, dan gaan we eventjes naar binnen kijken. Nou, als ik dan even zie hoe ik hier zit. Ik zit hier gewoon als een koning. Ik vind deze bezel een beetje groot, maar het raam is gewoon het open raam wat hier zit, het gasraam, geeft veel licht aan de zijkant. En de stoelen zijn natuurlijk gewoon, Volkswagen zijn gewoon prima. Dus wat dat betreft is dat gewoon eigenlijk een gewone auto. Daar heb je helemaal niks meer bijzonders aan. Dan even de schermen. We hebben twee schermen. Een redelijk scherm, wat is dat, zal het zijn, 10-11 inch of zo. En een touchscreen. En wat mij eigenlijk wel opviel is de ongelofelijke lelijke iconen. Die iconen die zijn echt heel lelijk. Maar die kun je wel kleur veranderen, maar het blijft gewoon één kleur. Dus daar moet nog wat over aan gebeuren, maar dat is over de eer. En ten tweede heb je een schattig klein schermpje. En dat is echt gewoon heel goed. Hier is de schakelaar om rijden. Dus hier kun je naar de reverse en de drive. Ik vind dat zelf, moest ik even wennen, maar goed, dat is niet verder goed. Je hebt hier natuurlijk ook weer gewoon camera's naar achteren rijden. En dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Dus ja, het meest opvallende aan deze, ik vind het wel een clean. Het is niet echt zo clean als bij Tesla, maar het is clean. Het is gewoon niet al te veel knopjes, heel veel touchscreens. Hier zitten dan nog wat knopjes in waar je dan direct naar assist kunt gaan. Of naar welke mode je wil, welke mode je rijdt. Eco, de sport, individual en het klimaat kun je gewoon doen. Dus het is gewoon prima hoe dit eigenlijk, daar ziet er gewoon goed uit. En over die air updates, dat is wel belangrijk. En dit kleine schermpje is mooi, klein en compact. Dus dat is heel goed. Hier beneden gewoon cupholders, nog meer cupholders. Mooi naar beneden. En voor degene achteren hebben we ook nog gewoon de klimaat. Kun je hier ook nog kiezen.
Dus wat dat betreft, ik heb hier helemaal niets over te klagen. We gaan gewoon maar eens even rijden. Want ik ben echt vooral benieuwd naar hoe die autopilot werkt. Ja, nou rijden we dus in die auto. En wat is nou het belangrijkste aan een auto tegenwoordig? Acceleratie? Nou, hij accelereert prima. Echt gewoon, hop. De cameraman, het is geen Tesla, maar hij heeft een prima acceleratie. Ik zal het zometeen nog even van 0 tot 100 doen. Maar die acceleratie is meer dan voldoende. 150 kilowatt, dus 200 zoveel, 220 horsepower. Voor de rest, hij is stil, comfortabel, ruim. Volkswagen. Gewoon, daar hoef je eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Volkswagen. De range is ongeveer 450 kilometer. Dat kun je hier zien op dat kleine schermpje. Ik ben dus nu, we rijden nu even naar Tilburg. En dan kijken we even wat de werkelijke afstand is. En wat de range afname is. Dus ik begon met 450. En nu zit hij op 435. Dus we kijken even in Tilburg ongeveer 100 kilometer rijden. Kijken of de range afgenomen. Maar die range, dat zit wel goed. Ongeveer 380 kilometer in de zomer en 350 kilometer in de winter. Dus hij doet dat wat dat betreft prima. Dan, als je kijkt, het belangrijkste voor mij is eigenlijk, naast de range en de acceleratie, is van hoe goed doet hij het met autopilot. Nou, standaard zit er Lane Assist op. Kijk even naar Lane Assist, dat staat nu aan. En hij gaat nu van dit is dat knopje hier Lane. En als hier dat lampje brandt, nu is die Lane Assist. Nu kan ik dus het stuur loslaten. Maar nu gaat hij als een dronken man heen en weer gaan. Dan gaat hij naar de rechterkant en hup, dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij ook weer hup, gaat hij weer terug. Maar dat is echt gewoon niks. Nu gaan we meteen even over. Op deze auto heeft dus Traffic Assist. Dat is dit knopje hier aan het stuur. Dit knopje. Dat zet ik nu aan. En nu zie je echt dat het een beetje autopilot-achtig wordt. En nu gaan we even kijken of we hier de bocht door kunnen gaan. Hij doet dat prima op de snelweg. Hij blijft nu keurig netjes in het midden. En daar heb ik helemaal geen klachten over. Alleen moet ik wel af en toe dat scherm weer overnemen. Echt elke 15 seconden moet ik het scherm overnemen. En nu gaan we eens even kijken of hij de bocht hier, of hij die aan kan. Want als ik naar Amersfoort ga, die bocht, die kan die absoluut niet. Dat is gewoon, de snelweg gaat met een ruime bocht naar rechts. En, maar dat doet deze niet. Autopilot is veel stabieler en kan veel scherpere bochten aan. Maar deze bocht, die is denk ik wat minder sterk. En ik denk dat deze auto dat wel aan kan. Kijk, je ziet hier, nu we gaan hier naar rechts toe. Hij blijft in het binnen, hij blijft in het midden. Hij rijdt goed. Ja, dus deze bocht kan die aan. Maar naar de A1, naar Amersfoort, dan is die echt wat slinger, dan is die wat scherper. En dat kan die dus niet aan. Dus autopilot krijgt van mij een voldoende. Dus de traffic assist krijgt van mij voldoende. Maar het is niet vergelijkbaar nog met de standaard versie van autopilot. Laat staan, zeg maar, full self-driving, waarbij die dan de navigatie volgt, afslagen neemt en dat soort dingen. Dus, maar dit is eigenlijk hetgene wat je het meeste nodig hebt, dus ik vind het gewoon voldoende. Koop deze auto nooit zonder travel assist. Dat is echt zonde, dat vind ik vreselijk, want hier kun je redelijk goed mee werken. Je moet wel echt elke 15 seconden het stuur overnemen. Wel aardig om even te zien. Als ik nu gewoon even niet doe, kijk even op dit scherm, dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij zeggen van hou het stuur vast, hier stuur overnemen. Daarna, als ik dan niks doe, is echt rood stuur overnemen. En dan op een gegeven moment, kijk hier naar mijn gordel. Op een gegeven moment, als ik dan niks doe, dan gaat hij aan mijn gordel, dan trekt hij aan mijn gordel. Echt, en hier, dan is die emergency assist. En nu gaat de noodstop start, alarmlampen gaan aan. En dus als je op een gegeven moment niet luistert, dan gaat hij gewoon midden op de snelweg stoppen met de alarmlampen aan. Maar ik vind het wel heel leuk dat hij aan mijn gordel zat te trekken. Dat kreeg mijn aandacht. Als ik wakker zou, als ik in slaap gevallen zou zijn, zou dat absoluut niet, zou ik wakker zijn geworden. Dus dat vond ik wel weer een hele goede manier. Dus heel veilig, heel degelijk, autopilot, traffic assist geïnstalleerd. Nog geen scherpe bochten, maar het is op zich wel, het is praktisch goed genoeg. Nou, wat kan ik dan nog meer vertellen over het rijden van deze auto? Nou, iets wat je niet zo goed kan zien. Laat mij maar even de camera vasthouden. Is de hiervoor. En dat is
Hier kun je dit zien? Ja, dit is zeg maar de heads-up display. Die vind ik echt heel mooi. Dus ik heb een heads-up display. Ik kan zien hoe hard ik rij of traffic assist aangezet is. Ik hoef alleen maar eigenlijk naar mijn voor me te kijken. Maar ook als ik naar links ga, dan zie ik een grote pijl die wijst naar links of naar rechts. En die wordt geprojecteerd ergens vooraf. Dus hij heeft gewoon een beetje augmented reality ingebouwd. En dat werkt ook gewoon erg goed, moet ik zeggen. Dat is mooi. En ik vind dit kleine schermpje, vergeleken met de Model 3 die helemaal niks heeft, of de Model X die best wel een groot scherm heeft, vind ik dit best wel mooi en klassiek. Veel knopjes op het stuur, waarmee je dan die, zeg maar, hier kun je die Travel Assist mee aanzetten. En hier kun je de Cruise Control aanzetten. En je kunt ook nog zeggen hoeveel afstand die je moet maar houden tot de volgende auto. Dus dat is echt allemaal, prima hoe dat geregeld is. Goed. Dan gaan we even naar het grote scherm. Wat ik wel fijn trouwens vind bij Traffic Assist, is nu staat hij gewoon aan. Ik moet het stuur overnemen, weer even eraan. Maar als ik nu naar de rechterbaan ga, rechterbaan, dan ga ik gewoon naar de rechterbaan. En als ik op die rechterbaan aangekomen ben, dan gaat hij weer automatisch aan. Dus ik hoef niet om van baan te wisselen even de autopilot te stoppen en dan weer een andere baan weer aanzetten. Nee hoor, je kunt gewoon van de ene baan naar de rechterbaan, een beetje naar de rechterbaan gaan. En op het moment dat je daar bent, dan staat hij weer gewoon aan. Hetzelfde als Lane Assist. Lane Assist staat gewoon standaard aan. En als deze eenmaal aanstaat, kun je ook gewoon zelf het stuur overnemen. Je hoeft ook niet eraan te rukken. Zoals bij Tesla, als je het eruit wil nemen, dan moet je echt gewoon een ruk geven aan het stuur om autopilot af te breken. Dus ik vind dat veel aangenamer gedaan bij Volkswagen. Oké, ik kijk even naar het grote scherm. Ik vind het heel grappig. Deze moet je kijken hoe lelijk die icons zijn. Nou, dan kun je dat gewoon met de sfeer kun je dat veranderen. Dan kan ik hier de kleur veranderen. En dan de eerste kleur, de tweede kleur en dat soort zaken. Maar als ik dan wordt het weer dezelfde kleur. Dus de iconen, kom op Volkswagen, dat kan mooier en leuker. Als je naar rechts swipe, dan kom je in de navigatie terecht waar we weer in zitten. En hiernaast, als je dat nog een keer doet, dan zie je wat je met aan het doen bent, maar ook inderdaad hoeveel die gebruikt. Dus je ziet hier nu 16 kilowatt per 100 kilometer, dus 6 kilometer of een kilowattuur doet hij. En hier zie je van het gemiddeld gebruik eigenlijk hoe die heeft. Dus wat dat betreft is dat hier kun je ook nog een langere tijd kijken, de gemiddelde. Gemiddelde doet hij dus 20 kilowatt voor 100 kilometer, 1 op 5. Nou, dat is keurig netjes voor deze auto. Als je echt 1 op 5 haalt, is dat gewoon prima. Dus die range die zie ik wel echt gewoon, die zie ik wel helemaal zitten. En sinds het laden kun je dus die verschillende langere tijd en sinds de start. Nou, dan kunnen we nog even zien. We kunnen natuurlijk gewoon hier de telefoon doen. En hier de media. Kun je hier de zenders doen. Ja, dat is allemaal prima. En we kunnen ook de webradio zit er ook in. En dan zegt hij, helaas is die functie op het ogenblik niet beschikbaar. Dus die komt dan over de air waarschijnlijk nog wel. Controleer uw waarschuwingen. Oké, geen waarschuwingen. Prima. Dus dat is zeg maar media. En je kunt natuurlijk ook gewoon je kunt ook je iPhone koppelen. En dan zie je gewoon al je iPhone apps. Die kan ik straks nog even laten zien. Maar dat is eigenlijk gewoon duidelijk. Dan navigatie. Kun je dan zien. En het leuke vind ik dat dit is de eerste die ik zie. Maar als ik nou zeg, ik ga bijvoorbeeld naar Parijs. Dat hij dan berekent naar Parijs. En dat hij zegt, ik wil dit gewoon helemaal erheen gaan. Dat hij dan de route berekent, inclusief stoppen bij snelladers. Dat doet hij wel eventjes over. Dat is niet het meest niet snelle, maar dat doet hij even over. Maar dat berekent hij. Dus dat vind ik wel echt gewoon heel goed. En dan zegt hij hier, kijk, ik moet hier gewoon gaan laden. En dan kan ik eens even erop klikken. Dan zeg ik, oké. En nou is hier, ik ga hier naar Nieuwegein. Ik heb 100 meter werkzaamheden. En dan gaat hij in de Rue de École. Wil hij dat ik 3,33 uur laad. Dus hij geeft ook gewoon tussenstops met 22 kilowattuur. Nou ja, dat is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Terwijl er gewoon veel dingen zijn. Nou, dan kun je nog je wagen. Kun je nog allerlei dingen instellen.
Je ziet, het is geen snelheidsduivel. Dus, maar goed, dan we kunnen instellingen inzetten. We kunnen laadlocaties op toevoegen. In de wagen kunnen we van interieur binnen en buiten. De heads-up display kunnen we gewoon gaan configureren. Augmented reality, de positie, de helderheid. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je heel mooi kunt instellen. Nou, dat is gewoon eigenlijk Volkswagen. AppConnect, dan kun je naar Android of iPhone car kun je connecten. En dan zie je hier gewoon eigenlijk je iPhone erop. Daarmee heb je de meeste problemen wel opgelost. Dus alleen, ik zou zeggen, jongens, die icoontjes, dat moet gewoon beter. Ik heb nog even zitten puzzelen, maar inderdaad, hoe dat ding nou beter adviezen kan geven. Ik ga dus nu naar Parijs. En als ik dan kijk in Parijs, ik ben 6 uur en 48 uur onderweg en ik doe er 12 uur over. Omdat jij zo'n belachelijke 22 kWh lader aangeeft. Dat is echt belachelijk. Als ik daar nu op klik, dan kan ik zeggen ik wil meer laadstations. Dan zegt hij helaas nog geen resultaten beschikbaar. Had ook qua software, die komen wel. Dat doet hij dus eventjes over. Dus dat is... Moet ik even zeggen, hey, ogenblikje. En dan kun je dus hier, krijg je een rijtje van allemaal laders. En ik weet niet op de route zitten. Maar bijvoorbeeld, ik kan nu zeggen, ik wil een 100 kWh lader hebben. Bam. En als ik die nou klik, dan gaat hij die route opnieuw, dan zeg ik, wil ik hier laden. Dan gaat hij die route opnieuw berekenen. En dan stop ik halverwege ergens eventjes met een 100 kWh lader. En dat is natuurlijk veel en veel beter dan die idiote 6 uur wachten bij een 22 kWh lader. Dat is echt te belachelijk voor woorden. Nu gaat hij hier eigenlijk eventjes halverwege gaat hij mij bij een snellader laten laden. En dan ben ik niet 6 uur onderweg. Dus ja, een route kiezen. Ja, ik wil deze route hebben. En dan gaat hij daar, dan gaat hij daarheen. Dus ja, ik heb het idee. Ik vind het heel goed dat ze het doen. En er kan nog veel verbeterd worden, maar gelukkig hebben ze over die air updates. Nou, mijn medepassagier die rijdt nu. En die zegt van, hij vindt het eigenlijk beter rijden dan de Model X. Dus meer relaxter, prettiger, rustiger. En dus goede stoelen. Ja, gewoon Volkswagen kwaliteit. En alle ruimte die je hebt en ook de autopilot, die bevalt hij prima. Dus daar rijdt hij ook gewoon mee. Dus in ieder geval, ik denk dat dit echt een prima auto is voor mensen die van een gewone auto naar een elektrisch willen overstappen. Goede range, heerlijke auto, normale auto, niet zo innovatief als Tesla. Maar daarmee is het gewoon lekker een normale auto. Verder zit er ook al in het navigatiesysteem zit al gewoon support voor laden onderweg. Nou, dus dat vind ik ook goed, dat kan alleen maar beter worden. Ze hebben natuurlijk Ioniq in Europa, waar steeds meer laadpalen van komen, superladers van komen. Dus wat dat betreft, dat netwerk van Tesla, wat eigenlijk briljant is, dat wordt in de komende jaren echt wel weer uitgebreid. Volkswagen zit daar samen met al hun deelmerken, Skoda en Porsche en... die andere merken die ze hebben, zitten daar prima in. Dus overal is mijn oordeel een prima auto. Die ID3 is lekker klein. Die begint bij 40.000. Deze begint bij 50.000. De versie die ik nu rij is €60.000. En in ieder geval die traffic assist functie, die vind ik echt absoluut voor mij noodzakelijk. Want ik vind het dus heel belangrijk om te kunnen rijden. Dat die auto gewoon rijdt en dat ik er een beetje die auto in de gaten houd. Ja, dan ben ik helemaal gewend bij Tesla. Maar ik vind dat Volkswagen een prima auto heeft neergezet. Ik vind hem ook nog wel mooi. Mooier dan de ID3 eigenlijk. En ik vind hem qua stoer, qua uiterlijk en ook qua innerlijk is het een hele comfortabele auto. Dus ja, heb je gewoon die €50.000 plus die optie voor traffic assist. Dan heb je gewoon een prima auto. Ja, en dat blijkt ook wel. We konden die auto bijna niet meekrijgen, want elke auto was alweer verkocht bij Van Mossel. Dus Van Mossel kan ze niet aanslepen. En die gaat daar inderdaad echt, die zegt ook van dit wordt een topjaar voor elektrisch
rijden. Omdat brands zoals Volkswagen nu voor de eerste keer een auto compleet from scratch hebben gebouwd voor elektrisch. En dat doen ze hartstikke goed. Dus dankjewel, succes Volkswagen. De best verkochte Europese elektrische auto op dit ogenblik. Beter dan de Model 3, ook in Nederland. We zullen zien hoe dat met Model I gaat. Die komt in september nu komt die voor het eerst in Nederland. En dan binnenkort gaan ze de Berlijnse fabriek openen aan het einde van het jaar. Dus, maar in ieder geval, Tesla heeft er een goede concurrent bij met Volkswagen.